De Nederlandse Tweede Kamer buigt zich sinds de vorige week over een motie om de archieven over de relatie Suriname-Nederland in de jaren 80 openbaar te maken. Het publiekelijk maken van deze archieven in Nederland zal een blik geven op wat er precies is gebeurd, zegt minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het vrijgeven zal waarschijnlijk onder bepaalde condities gebeuren, denkt de bewindsman. De indieners van de motie in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over de betrokkenheid van Nederland bij de staatsgreep van Desi Bouterse in 1980. Onderdeel van dit herstel is het afsluiten van pijnlijke hoofdstukken uit het verleden. En dit is nog niet helemaal gebeurd. Zowel in Suriname als in Nederland doen nog steeds geruchten ronden over de Nederlandse rol bij de coup van Desi Bouterse in 1980. En degenen die hier onderzoek naar willen doen, stuiten op gesloten archieven. Tot 2060 liggen alle documenten over de Nederlandse betrokkenheid in de jaren 80 achter slot en grendel. Een opening van deze archieven door Nederland zou een mooie bijdrage leveren aan de waarheidsvinding rondom deze gebeurtenissen. En in eerdere debatten heeft de minister ook aangegeven dat de Kamer beslist over het openbaar maken van deze stukken. Maar het feit dat we inzage kunnen krijgen in informatie, documentatie, in welke vorm dan ook, welke zich in die periode, in die belangrijke periode van de Surinaamse geschiedenis heeft afgespeeld, is interessant voor ons en het is ook goed voor het Surinaamse volk om daarvan kennis te nemen. Dus ik hoop dat inderdaad vele studenten, academici, maar ook anderen die belangstelling hebben daarvoor, journalisten, daarna zullen kijken en dan hoop ik dat te vernemen. Er zijn zoveel aspecten aan verbonden, maar informatie is belangrijk en het is nooit goed om informatie achter te houden die relevant kan zijn voor een beter begrip van onze historie. Volgens de huidige regels blijven de archieven tot 2060 gesloten voor het publiek. Maar dat wekt de nodige argwaan op over de betrokkenheid van Nederland tijdens de coup, zegt Tweede Kamerlid Sadet Karabulut tijdens het debat. Minister Ramdien zegt dat het hier gaat om gebeurtenissen van ruim 40 jaar geleden en dat de personen die alles rond die tijd hebben meegemaakt, oud zijn geworden of er niet meer zijn. Wat heeft Nederland te verbergen? Dat is de logische vraag waar deze onnodige geheimzinnigheid toe leidt. Meer en meer klinkt daarom de oproep tot openheid, tot transparantie. Onlangs nog pleitte oud-minister Pronk hiervoor, die recent een boek over Suriname publiceerde. Specifiek vraagt hij om openheid over een aantal geheime bijlagen van een onderzoeksrapport uit 1984 over mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij de coup. Ik vind het plezierig, ik vind het goed als de informatie wel beschikbaar komt, zodat deze mensen ook een beetje meer informatie hebben over wat de rol is geweest van het Nederland, wat zich precies heeft afgespeeld. Ook voor mij interessant om te weten van hoe we dan die relatie moeten kijken. Dus ik denk dat het goed is en ik hoop dat het besluit inderdaad tot uitvoering wordt gebracht. Het is gewoon iets dat we moeten weten. Het is zo'n belangrijke periode in onze recente geschiedenis. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken. Daarvoor Tweede Kamerlid Sadet Karabulut tijdens het debat van de afgelopen week in Nederland. Minister Ramdien kijkt er naar uit dat de archieven die in Nederland achter slot en grendel zitten, worden vrijgegeven. Morgen is de stemming in de Tweede Kamer als de archieven openbaar worden gemaakt of niet.